Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 53 alweer hier in Spanje. Ronde nummer 5 van het kampioenschap. Staan dus bovenaan na een uitstekende wedstrijd in Imola. Pakte daar de pole voor de sprint. De sprint race, die wonnen wij. Daardoor pakten wij de pole voor de hoofdrace. En de hoofdrace wonnen wij ook met de snelste race 100 punten. Dus hadden gewoon de volledige score daar gepakt in Imola. Hopen dat we dat deze keer weer kunnen gaan doen in Spanje. Alhoewel, er zit geen sprint in Spanje. Maar gewoon de normale kwalificatie en de race. Goed verhaal. Maar goed, heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan direct gewoon het i'tje. Klik erop. En zij die video verschijnen, alvast een gelukkig oudjaar. Waarom? Het is de late dag van december. De 31ste is het. Dus dat wordt weer mooi knalvuurwerk. Maar goed, er komen een aantal updates aan. Die de auto wat moeten verbeteren. Klimmen richting de 9e positie van de Research and Development boom. Dus de auto wordt alsmaar beter en beter. Dat had u echt niet verwacht. Flink wat updates erbij. En het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Een aantal updates helaas verloren. Een aantal zijn er ook er doorheen gedrukt, bijvoorbeeld van de aerodynamica en de betrouwbaarheid. Dus ja, we hebben dus genoeg research punten om weer updates te kopen. Dus de auto wordt alleen maar beter en beter. Maar goed, dat heb ik al een keer gezegd. Nu is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 53. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Lekker zonnig weer is het tot nu toe. En kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Ik verwacht van wel. DRS geopend. De motor heeft wat kuren. De onderdelen gaan gelukkig nog mee in de race. Dat kan ik je alvast wel verklappen. Maar ik denk dat we tijdens de volgende race een aantal onderdelen moeten gaan vervangen. We schoten daar wat door. Hadden daar niet de goede tractie. En komen aan bij start-finish. Zometeen DRS ook geopend. En dan laten wij een 1.18.9 noteren met paars in sector 3. Komen op 2/10 van Charles Leclerc. En we kunnen er nog een keer en voor gaan zitten. Hier alweer mis ik die eerste bocht. Downforce verlies helaas. En dan zitten we bij het einde van mijn tweede run. En hopelijk kunnen wij weer een aantal posities opschuiven. En dat is de tweede plek. Op 16.000ste van Max Verstappen. En dan zitten we inmiddels bij Q2 en dan heeft het geregend. De baan is nat geworden. En kijken of wij ook door kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. We hebben Lando Norris achter ons. Die heeft een snellere auto. Zit ernaast. We gaan hem afknijpen. En hij houdt in. Gelukkig. Maar dan remt Norris hier in één keer naar mij toe. En tikt mij gewoon aan. Verpest mijn eerste ronde in Q2. Norris zijn tijd is ook helemaal verpest. Moet achteruit rijden. Wat een raar moment. Een klungelig moment. En deze ronde gaat sowieso niet goed worden. We komen aan bij de laatste paar bochten. Hier gaat het een beetje fout. Daar zit Norris weer te kijken. Maar wij blokkeren hem. En gaan gewoon nog een keer voor een tweede run aanzetten. Norris weer zit te kijken, maar houdt nu in omdat hij een ronde heeft gezet en Gasly zit eraan te komen en die heeft de snelste tijd op zijn naam gezet. Je ziet al gelijk rechts boven in beeld dat de delta flink aan het oplopen is. En dan zitten we aan het einde van mijn tweede run. Hier mis ik de apex en heb daar geen zin om die bocht weer te corrigeren. Dus snijden we maar lekker af. Krijgen daar een waarschuwing aan voor. En dat is de 10e tijd. Met een 1.26.939.
uitslag van Q2. Leclerc het snelste, Gasly 2. Schumacher door. Goed gedaan van Michael. En wij dus naar P14. Helaas, het is wat het is. Is het op naar de race voor aflevering nummer 53. Daar gaan we dan. Welcome then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix. A race which saw Max Verstappen take victory on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016 after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg. Will we see more moments for the scrapbook here today? It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint into Turn 1. This is a 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out Turn 3 and the terrifying blind right of Turn 9. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And it's Pierre Gasly in P2. Considering the rest of the grid we have, Russell, Tsunoda, Michael Schumacher and Magnussen, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Tictum and Esteban Ocon, Perez, Sainz, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Max Verstappen and Oscar Piastri, Norris, Teo Porcher, Guan Yu Zhou and Robert Schwartzman, Latifi, Stroll, Albon and the Professor. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into Turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Kijken wat het gaat worden namelijk. Ik verwacht hier hopelijk een strijd voor de punten. En zo niet, ja, dan moeten we maar het beste van zien te gaan maken namelijk. De strategie is medium hard. Gaan langer door, hopelijk dan de rest van het veld. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Ik zie ook dat heel veel mensen mijn strategie al hebben gepakt. Heel veel jongens starten op de mediumband. En wij dus vanaf P22. Waarom? We hebben een aantal componenten laten vervangen. Dat had ik er even niet bij verteld. Nu weten jullie het. Dus helemaal van achteraan gaan wij misschien voor de punten knokken. En wie weet, als de strategie zo goed is, dat we misschien wel voor een podium kunnen gaan. Maar je weet het maar nooit. Er kan hier van alles gaan gebeuren. En dus nu gewoon de banden opwarmen. En dan zorgen voor een goede start. En dan komen we aan bij de startprocedure. Iedereen is al in zijn gridslot. We gaan het lekker rustig aandoen. En komen goed in de gridslots terecht. Nou, dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 53 van F1 22. My Team Karemo. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen niet zo lekker weg. Hadden al gelijk wat wielspin. En met UK heeft problemen. Daar vallen wij Albon aan voor P21. Stroll gaat in één keer naar de rechterkant toe. We maken daardoor een divebomb. Dat was een soort van een schrikreactie van ons. En dat is P17. Zhou hebben wij ook al mooi te grazen genomen in de Haas. In zijn Haas moet ik eigenlijk zeggen. En dat is dus P17. Nu op naar Kevin Magnussen, Theo Poortje, excuse. En Sainz, Norris en Piastri daar al mooi te grazen genomen. Jazeker. En dat is P13. Einde ronde nummer 1 alweer. Als we hier dan bij de achterkant van Esteban Ocon zijn toegereden.
Charles Leclerc deed de snelste race ronde met een 1.23.2 volgens mij, als ik het goed zeg. En hier dan dus slipstream pakken. En naar de binnenkant kijken. En dat is P12. Dan op naar Dan Ticktum en Max Verstappen die samen knokken voor P11 in de race. Die gaan elkaar hier nu ophouden. Zij aan zij zitten die twee. En we hebben een voordeel dat wij met de Mercedes motor rijden. Want ja, die motor is gewoon snel op dat rechte stuk. En dan zitten we in ronde nummer 3 van de race. Als we ons verbeteren naar een 1.22.1. Ticktum is gezien. Naar de buitenkant gekeken en dat is P11. Rijden al bijna in de punten. De volgende heet dan Max Verstappen. En nu zitten we in ronde nummer 6 van de race als Max gaat verdedigen. Heel erg hard gaat verdedigen. Wij vinden daar toch een weg aan de binnenkant. En dat is P10. Jazeker, goed gedaan. Maar een felle verdedigingsactie van Verstappen. Maar rijden dus nu in de top 10, dus een punt achter onze naam. Goed gedaan. Ronde nummer 7, als daar Schumacher gewoon heel laat naar rechts beweegt. Dat is toch nog P9, Perez en Magnussen knokken heel erg hard voor P7. Felle strijd hier in Spanje tussen de concurrentie. Schumacher kan terugkijken misschien. Nee, kan niet terugkijken. Einde ronde nummer 7 en dan zitten we in de 8e ronde van de race. Perez is kansloos. Magnussen is ook kansloos. Ziet er wel wat door, maar behouden die positie. Jazeker. En dat is P7. Goed gedaan. Nu op naar Mick Schumacher die 2 seconden voor ons rijdt. Dan is iedereen al naar binnen gedoken op Michael Schumacher na dan. En dat is P3. Gasly is naar binnen gedoken. Tsunoda en Russell rijden ook langer door. Die gaan volgens mij dezelfde strategie volgen als die van ons. En dan zitten we in ronde nummer 12. Als we daar Yuki Tsunoda hebben. Heel laat ingeremd. En dat is P2. Goed gedaan. Michael Schumacher is ook naar binnen gedoken. En gaat ook naar de harde band. Kijken waar hij zo meteen terugkomt. Dan mooi zijn als we beide punten in. Sorry, als we beide in de punten zouden eindigen. Gele vlag, omdat daar een Ferrari stil gaat vallen. Dat is volgens mij Charles Leclerc. Ja, Charles Leclerc uitgevallen in de race. 0 punten voor de Monegask. En George Russell duikt naar binnen in ronde nummer 15, 16 van de race. En wij gaan proberen een overcut te slagen op de Brit. Dus nu moeten wij volop pushen en trappen voor wat we waard zijn om voor Russell weer de baan op te komen. Herhaling wat er is gebeurd met Charles Leclerc. Rijdend op P9. En hier is het dan al gedaan. Houdt Gasly daar wat op? Joe kan naar Gasly toerijden en 0 punten voor Charles Leclerc. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. En dan zitten we in de 16e ronde van de race. Als wij naar binnen duiken voor mijn laatste pitstop en komen, denk ik, hopelijk voor Russell weer de baan op. Het gat is 21 seconden. En Tsunoda duikt met ons mee. Die gaat ook naar binnen. Hetzelfde geldt volgens mij ook voor Dan Ticktum en Oscar Piastri. Prima pitstop, 2,4 seconden. En komen, denk ik, voor Russell weer de baan op. Tsunoda gaat ook die overcut slagen. Wordt close. Russell pakt Tsunoda net. Daar heeft hij geluk mee gehad, maar wij behouden de leiding dankzij een mooie overcut op George Russell. En dan zitten we in de 22e ronde van de race. Als we nog steeds aan de leiding rijden, Russell achter ons, het gat is 17e. En gele vlag, omdat daar een McLaren gaat uitvallen, Nicolas Latifi.
staakt hem in de 22e ronde van de race. Uitvaller nummer 2. Het gaat hard. Voor Latifi is het ronde nummer 21. Wij waren eigenlijk al op start-finish. En daardoor geldt het voor ons 22 en voor Latifi 21. En hier parkeert hij hem in het grind. Tweede uitvaller van de dag. Na Charles Leclerc. Zitten we in ronde nummer 26. Als we daar per ongeluk de laatste bocht niet zo goed nemen. De exit is wat verpest. En Russell kan hier een aanval gaan wagen voor de leiding in de race. Ronde nummer 27. Russell zit er dicht op. Kan er niet langs. Probeert er naar de binnenkant te kijken. Dat lukt ook. En zit ernaast. Maar wij gooien de deur daar dicht. Russell moet daar weer eieren voor zijn geld kiezen. Net als in Imola. Gooien wij de deur helemaal dicht voor George Russell. Gelukkig dat hij ons niet heeft geraakt. Dat was in Imola ook niet. Maar in de vorige race spinde Russell op zijn eigen. Door een actie van hem op ons. Nu is het ook een beetje hetzelfde. Wij gooien de deur dicht. Russell moet daar echt even opletten dat hij geen voorvleugel kwijt is geraakt. Herhaling wat er is gebeurd. Wij blokkeren hier die buitenkant. Dan moet Russell niet naar die binnenkant kijken. We gaan hem afknijpen. En hier denkt Russell misschien ik ga ervoor. Alleen ja, dan is dat gat dichtgegooid. Dat verdwijnt. En moet Russell afremmen. Maar goed, dan zitten we in de late ronde van de race. En dan gaan we hier de wedstrijd winnen. Dankzij een cruciale strategie. Goed gedaan. Pakken ook de snelste punt van P22 naar P1. Goed gedaan. Echt goed gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd. You can't fault the performance on track today. A well-deserved victory. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we could talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those that we've witnessed today. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Maar goed, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Spanje. Pakken ook dus nog de race onder punt. Wij krijgen ook driver op de D. Russell na P2. Tsunoda op het podium. En Schumacher pakt zijn eerste punten voor ons. Goed gedaan, P5. Goed gedaan van de zevenvoudig wereldkampioen. Twee uitvallers. En daardoor verstevigen wij de leiding in het coureursklassement. En pakken P2 af van Ferrari. 13 punten verschil naar de nummer 1. Dus doen het goed. We moeten dit gewoon vol zien te houden. Maar wat een wedstrijd hebben wij gereden. Schumacher, goed gedaan. Geen plekken verloren. Dat is heel fijn. En de rivaliteit breakdown 22 tegenover 19. Dus dat zit ook wel goed. Het teamacclaim is ook goed. En dat moeten we dus alleen maar vol zien te houden. Sponsorgeld van alle vier de sponsoren inkomen. 1,17 miljoen erbij. Helaas hebben Schumacher en ik schade gereden. In totaal 35.000 erbij. Dat brengt ons op een totaalbedrag van $19,47 miljoen. Kunnen we gaan spenderen aan faciliteiten. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-22 My Team Creole content. We gaan ook in 2023 gewoon door. En de volgende aflevering komt morgen online. Dat is 1 januari 2023. Want dit is op een zaterdag 31 december gepubliceerd. Dus ja,
Ik ga deze video dus echt afronden. Nogmaals, dank voor het kijken in 2022. Op naar 2023. Alvast een hele fijne jaarwisseling. De beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. En ja, tot de volgende zou ik zeggen.